we allemaal Anne Klemulman hier. Onze website is www.cwowi.eu. En dat staat voor Church Without Walls International in Europa. En wij wonen in Nederland. Welkom. Dit is deel 4 van het onderwijs over rechtvaardigheid. Zou je de andere delen willen bekijken of willen beluisteren, kun je dat doen op onze Facebookpagina en op onze YouTube-pagina. Goed, dat doe ik dus iedere week, iedere vrijdag, dezelfde tijd, om 16:30 middags in het Engels. En een half uurtje later om 17:00 om deze tijd in het Nederlands. Ik heb vandaag heel veel met jullie te delen, dus we gaan gauw beginnen. We gaan verder waar we gebleven zijn. En dat is in Genesis. En dit Genesis hoofdstuk 3. Nadat de man en de vrouw Adam en Eva gezondigd hadden gegeten van de vrucht. En dan staat er in Genesis 3, als je je Bijbel bij je hebt, daar staat... Even kijken hoor, ik moet eventjes mijn Bijbel iets verder weghouden van mijn ogen. Er staat er, toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat zij naakt waren. De Engelse Bijbel zegt dat ze wisten dat ze naakt waren. Dat in tegenstelling tot wat er staat in vers 25 van het vorige hoofdstuk. En zij waren beide naakt, de man en zijn vrouw, maar ze schaamden zich voor elkander niet. Wat waren ze kwijt? Ze waren kwijt de glorie, de heerlijkheid van God over hun leven. We zijn in de geest, zijn we als je wedergeboren bent, zijn we licht. Dat waren we kwijt. Ze voelden, ze bemerkten dat ze iets kwijt waren, dat ze dat contact met God niet meer hadden, dat de zonde er gekomen was. Ze bemerkten dat ze naakt waren. En ze hechten zich vijgenbladen aan een en maakten zich schorten. Dat is wat we graag willen doen. Dat is wat de mens wil doen. Als hij merkt dat hij zondig is, hij probeert dat te verbergen. Hij probeert er zelf een oplossing voor te vinden. Dan staat er in vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte en de hof. Wauw, dat is ook wat zonde doet. Zonde zorgt ervoor dat jij je verbergt voor God. Dat je niet voor zijn aangezicht wil zijn. Dat je niet naar hem toe wil gaan, omdat je je schuldig voelt. Kijk, er zijn twee verschillen tussen veroordeling en wat de Heilige Geest roept. Hij, we zeggen niet veroordelen, maar we zeggen dat ook weer in het Nederlands, conviction. Hij betuigt, wat zeg je? Hij overtuigt, ja. Je hebt veroordeling, je hebt overtuiging. Veroordeling, dit is wat de duivel doet. Hij veroordeelt je, je voelt je na, je voelt je schuldig van binnen. Het zorgt ervoor dat je van God weggaat, want de focus is op jou. Wat jij gedaan hebt, wat jij verkeerd hebt gedaan. En het andere overtuigen, dat is wat de Heilige Geest doet. Hij overtuigt de wereld van zonde en van gerechtigheid. Als hij je van overtuigt, dan weet je van binnen dat je fout gedaan hebt. Maar wat doe je dan? Als het goed is, ren je dan nou de Heer toe. En dan zeg je, Vader, vergeef me alsjeblieft voor wat ik gedaan heb. Dus de focus is op hem en niet meer op jou. Dat is het verschil. Goed, en wat gebeurt er dan? In hoofdstuk 3, vers 9. De Heere God riep de mens tot zich en zei dat tot hem. Waar zijt gij? Alsof hij niet wist waar ze waren. Natuurlijk wist hij waar ze waren. Maar wat daar eigenlijk staat, wat de Hebreeuwse vertaling zegt, van waarom heb jij je verborgen? En nog een andere vertaling die zegt het zo mooi. Wat is er gebeurd dat je nu bent waar je bent? Wauw, dat is een goeie. Wat is er gebeurd dat je nu bent waar je bent? En dat is iets wat de Heer nog steeds doet vandaag de dag. Hij is dezelfde, hij verandert niet. Hij laat ons altijd nadenken over hoe het gekomen is dat wij ons in een bepaalde situatie bevinden. Hij geeft niet altijd direct de oplossing, maar hij laat ons nadenken. Wat is er gebeurd? Waarom ben je daar, Adam en Eva? Wat hebben jullie gedaan? Dus daar moesten ze over nadenken. En wat zeiden ze? De mens zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Dat is ook wat zonde doet. Zonde maakt dat je bang wordt voor God. En toen zei de Heere God, wie heeft u te kennen gegeven dat geen naakt zijt? Hebt er van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? En toen zeide de mens, de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. He, met andere woorden, dat is ook wat zonde doet. Als je iets verkeerd doet, je probeert altijd iemand anders de schuld te geven. Je neemt geen verantwoordelijkheid voor jezelf, voor je eigen daden. Dat is wat de mens vandaag de dag nog steeds doet. Zeker de mens zonder God. En we zeggen, ja, die en die heeft dat gedaan, of ik kon er niets aan doen. Want mijn omgeving was zo en het hebben andere mensen mij aangedaan. Mijn vader heeft me dat aangedaan, mijn moeder heeft me dat aangedaan. En uiteindelijk zeggen wij ook nog eens, ja, waarom heeft God het niet gedaan? Eigenlijk is het zijn schuld, want als hij God is, dan had hij tussen beiden moeten komen. Dan had hij er wat aan kunnen doen. Ja, in plaats van dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen daden. Want het was de keus van hem om te eten van die van de boom van de kennis van goed en kwaad. En om niet te eten van de boom des levens. Wauw, wat er gebeurde er daarna? Gaan we eventjes naar vers 22.
Wat de Heer dan zegt, nadat ze dus gegeten hadden van de bomen van kennis van goed en kwaad, en ze nog steeds in de hof waren, de Heere God zei, zie, de mens is geworden als ons er één door de kennis van goed en kwaad, en nu dan laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de bomen des levens nemen en eten. Met andere woorden, ze hadden nog niet van die bomen des levens gegeten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. Moesten ze dan niet in eeuwigheid leven? Ja, maar niet in eeuwigheid in de staat leven waarin ze zich nu bevonden, in die zondige staat gescheiden van God. Dat was niet wat God wilde, dat was niet wat de Heere God wilde. Hij had Jezus al, wat de Bijbel zegt, dat Jezus al het lam is dat geslacht is voor ons, voor de grondlegging der wereld. Hij wist reeds dat de mens dat zou doen en hij had al een oplossing. En hij wilde niet dat de mens in die zondige staat zou gaan eten van die boom des levens, zodat de mens en daarmee de mensheid na hem voor altijd in die zondige staat zou blijven. Nee, God wilde opnieuw die relatie weer hebben met ons. Hij wilde dat herstellen, hij wilde die zonde uit de weg en hij wilde ons weer opnieuw rechtvaardig maken. En vandaag spreken we verder over de zonde, over de offer wat gemaakt moest worden. Hebreeën 9 vers 22 zegt dat de zonde bloed uitstort die geen vergeving geschiet. En uiteraard wist hij dat zelf, want hij heeft het woord geschreven. Dus wat deed God in vers 21? Hij maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen. Dan moest dus een dier geslacht worden. En hij bekleedde hen daarmee. Dat was het eerste bedekking voor zondoffer. En dat zien we door het hele Oude Testament heen, dat er iedere keer opnieuw de priesters dieren moesten offeren. En dat bloed wat vloeide, dat bedekte de zonde. En er is een heel verschil tussen bedekking van zonde en tussen wegnemen van zonde. Kijk, als je iets bedekt, dan leg je er iets bovenop, maar dat is er nog wel. Als je een vlek maakt, bijvoorbeeld als ik hier een vlek maak op het papier wat ik hier heb, kan ik er een ander papiertje op leggen, zodat ik het niet meer zie. Maar het is er nog wel en ik weet dat het er is. En ik weet ook als ik dat papiertje weghaal, zit die vlek daar nog. En zo is het door het hele Oude Testament heen geweest. Mensen wisten dat die zonde er nog was, maar door dat bloed wat geofferd werd van dat onschuldige lammetje of dat bokje, was het als het ware bedekt en God zag hun door dat bloed heen. En op die manier kon hij met hen communiceren. Maar het was niet de bedoeling dat het voor altijd zo zou blijven. Dan wil ik even met jullie gaan naar Hebreeën. Dus als je dat eventjes met mij opslaat, Hebreeën, dan gaan we eventjes naar hoofdstuk 10 van Hebreeën. Hebreeën 10. Wat er gebeurde in het Oude Testament door al die eeuwen heen. Daar staat vers 1, daar staat de wet is slechts een schaduw van de toekomstige dingen. De wet is nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken of te redden van zonde, staat er in een andere vertaling. Dus die wet en al die offers, die bloedoffers die men deden, waren nooit in staat om eigenlijk die zonde weg te nemen. In vers 3, doch door die offeranden werden ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht. Ieder jaar als de zonde, als die dat offer gebracht moest worden, als dat onschuldige lammetje zeg maar geslacht werd en ze dachten van wauw, dat lammetje is onschuldig, maar ik was degene die schuldig was, wat verwijst naar Jezus, hè, die het perfecte lam was, volmaakte lam. Hij was onschuldig, hij werd gedood voor onze overtredingen. Maar ieder jaar opnieuw werden die zonden in gedachtenis gebracht. Dan zegt vers 4 van Hebreeën 10, het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen. Het is onmogelijk. Wauw, dat is nogal wat. Dus dat gebeurde door het hele Oude Testament heen. Dan wil ik even dat jullie naar Hebreeën hoofdstuk 9 gaan. Het hoofdstuk daarvoor, wat Jezus gedaan heeft. Het staat in vers 11, Christus opgetreden als hoge priester der goederen. Ik sla even wat over. Hij is niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor hij een eeuwige verlossing verwierf. Vooral dat ene, eens voor altijd, eens voor altijd. En daar staat er, want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as der vaars, hen die verontreinigd zijn heiligd, zodat ze naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om het levende God te dienen. He, als dat bloed van die bokken en van die stieren al voor dat moment genoeg was, hoeveel te meer het onschuldige bloed van Jezus. Vers 22 staat er inderdaad, nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En dan vers 24, Christus is niet binnengegaan in de heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans ons ten goede voor het aangezicht van God te verschijnen, ook niet om zichzelf dikwijls te offeren,
gelijk de hoge priester, jaarlijks moest doen. Maar hij is eenmaal bij de voleinding der eeuwen verschenen om door zijn offer de zonde weg te doen. Hij bedekte die zonde niet, maar hij deed de zonde van de mensheid weg. Wat staat in Johannes 1, waar Johannes de Doper zegt: zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Al onze individuele zonden waren als het ware verstopt in die zonde. En dat hele zondepakketje heeft hij door zijn offer weggedaan. En vers 26, thans is hij, we hebben net gelezen. En vers 28, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft, om vele zonden op zich te nemen. Eenmaal heeft hij zich geofferd om vele zonden op zich te nemen. Het offer wat hij deed was eens en het was voor altijd, zegt de Engelse Bijbel. Ga even naar hoofdstuk 10, vers 12, te eindigen ik daar zo mee. Gaan we de volgende keer verder. Daar staat vers 11 even. Voort staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens diezelfde offers te brengen die nimmer de zonde kunnen wegnemen. Wauw, wat is dat eigenlijk ook verschrikkelijk, hè? Je iedere keer die offers moet doen, maar nooit neemt het de zonde weg. Maar deze echter, dat spreekt over Jezus, is na één offer voor de zonde te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Hij ging zitten. En wanneer ga je zitten? Je gaat zitten als je klaar bent met wat je doen moet. Het werk was gedaan. Hij ging zitten aan de rechterhand van de Vader. En dan staat vers 14, want door één offerande heeft hij voor altijd hen volmaakt die geheiligd worden. Hij heeft ons volmaakt, hij heeft ons gereinigd, hij heeft ons geheiligd. En daar spreken we de volgende keren over. Hij nam die zonde weg, hij betaalde daarvoor met zijn eigen bloed. Zullen we de volgende keer gaan lezen. Eén offerande was genoeg, hij deed het eens voor altijd. En hij deed dat voor allen. En allen, dat wil zeggen jou en mij. Het maakt niet uit hoe groot jouw zonden zijn in jouw ogen. Ook al was het maar een ietsje, of ook al was het verschrikkelijk veel. Maar hij nam die zonde weg. En er is geen enkel offer wat wij kunnen doen. Geen enkele moeite die wij kunnen doen. Wat we kan toevoegen aan het werk wat Jezus deed aan het kruis. Ik wil even eindigen met een aanhaling van wat T.L. Osborne zei. Hij zei, in de mate dat jij je nog schuldig voelt aan de zonde die je in het verleden gedaan hebt, in diezelfde mate begrijp je niet helemaal en geloof je niet helemaal aan wat Jezus gedaan heeft in het kruis, aan het kruis. Dus als jij je nog schuldig voelt over wat jij gedaan hebt in je verleden, of gisteren of vandaag, dan geloof je niet eigenlijk precies, of dan heb je niet helemaal nog begrepen en die openbaring van wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. Want zijn offer was genoeg om de zonde weg te doen. Wil het dan zeggen dat we nooit hoeven te zeggen, het spijt me Heer? Nee, dat wil ik zeker niet zeggen. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Maar dat pakketje, de zonde, heeft hij weggedaan doordat hij stierf als een onschuldig lam aan het kruis. Ik hoop dat dit een zegen voor je was. Zie je graag de volgende keer.